Je hebt de glory holes. Dat zit in het doolhof. Ja, precies. En daar steek jij als man steekt daar je tamploers doorheen. Ja, en dan hier, weet je natuurlijk nooit niet wie er aan de andere kant misschien wel aan gaat choppen. Dat is wel heel gek, hè? Zou je eraan choppen, Sarah? No fucking way. Nee, je weet nooit of het een man is. Je weet nooit of het een vrouw is. Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast, aflevering 6 met Haak Koningin of porno-sensatie. Ja, één van die twee. Bobby Eden. Ja, fijn. Fijn dat je er bent, Bobby. Ja, vind je het ook fijn dat jij er bent? Ik vind het altijd fijn als ik bij jullie ben. Jawel, hè? Toch? Wat heerlijk. Voel je meer Haak Koningin of porno-sensatie? Oh mijn god, man. Nou, ik voel me nu meer een komkommerteler. Een komkommerteler. Ja. Mooi. Hilarisch. Ja. Van pornoactrice, pornoster, naar een soort biologisch type. Ja. 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 Maar wel met nek, mond, haar en dat hebben we dan dingen. Nog niet. Nee. Dus die zaden hebben we al niet voor ingeruild. Dat meer. Zullen we even naar de actualiteit? Actueel is dat we een nieuwe serie hebben. Ja. Waar jullie beiden een onderdeel van zijn. Nieuw. Het is natuurlijk al wel een paar afleveringen. Aflevering 4 komt vanavond uit. Oui. Dit is Elena. Een Limburgse schoonheid die het geven van een hete act wel heel letterlijk zal nemen vandaag. Wat maakt jou zo sexy? Wat maakt jou zo Kama Sutra-achtig? Omdat ik beide kanten kan, zoals fotograaf, videograaf plus model, kan ik het heel leuk overbrengen met een spicy twist. Oké. Dus, leuk. En je komt ook wel als een gezellige, maar toch rustige dame. Ga je ze dadelijk wel wat meer uit je schulp? Ik ga daar ook wel uit mijn schulp. Ja. Stilte voor storm. En daar zitten Elena en boerin Anna in. Ja. Vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ja? Vind jij het leuk? Ik vond het heel leuk. Ik moet zeggen, dit smaakt naar meer. Deze serie smaakt. Hoe is het eigenlijk zo tot stand gekomen? Mark, de man van Bobby, met wie we zaken doen. Dat is, jullie doen ook de Kama Sutra beurs. En die zei van, hey, ik heb een idee. Is het niet leuk om een serietje te maken, een soort talentenjacht, rondom die Kama Sutra beurs? Alles voor de commercie. Voor de commercie. Ja. En toen zei ik van, dat lijkt me een goed idee. Toen zei ik, zullen we een soort parodie maken op Idols? Ja. Ik krijg heel veel aanmeldingen vaak van meiden die echt op dat hoofdpodium heel graag doen. Ja, dat meen ik. Omdat dat is een soort van het hoogst haalbare binnen de branche of zo? Ja, hoe zit ik denk dat? Wel, als je op een beurs staat, zoals de Kama Sutra beurs, dat het hoofdpodium, daar worden natuurlijk de meest grote acts gedaan. Mm-hmm. Dat willen ze natuurlijk allemaal. Dan sta je het meeste in de picture. Ja, precies. Okay. Ja, dus dat is het inderdaad. Dus het is eigenlijk voor hun ook gewoon slim, een soort filter. En dat zijn wij voor hun live geweest. Ja. En daar komt dan een winnares uit. En dat weten we al. Maar dat gaan we jullie lekker niet vertellen. Nee. Sikkels, losers. Jullie doen sinds vorig jaar toch de Kama Sutra beurs? Ik moet heel eventjes terug in de tijd. Sta je er zelf op? Ook, af en toe? Ik sta echt alle vier dagen ben ik er. Ik ben van begin tot eind ben ik daar aanwezig. En ik heb natuurlijk ook jaren daarvoor heb ik altijd Kama Sutra gedaan. Dus ik denk dat ik een van de eerste was. En nog steeds ben blijven hangen. En nu is het natuurlijk 25 jaar Kama Sutra. Dus dit is een hele mooie... Ja. Oh, wordt dat een speciale editie of niet? Nou ja, dan is het daarom wel leuk. Heel veel piemels. Ben jij wel eens geweest op de Kama Sutra met mijn piemel? Nee. Dat weet ik niet of jij een piemel hebt, maar dat zou kunnen. Ik vraag van haar, maar ben jij wel eens geweest? Ik ben heel erg benieuwd naar, dat heb ik gehoord. Ben je nog nooit naar de Kama Sutra geweest? Waarom ben je daar heel erg van besteld? Het is ook duur. Ik vind het best wel duur, een kaartje. Nee, maar via Mark kunnen we er nu gewoon gratis. Ja, maar jij mag het zeggen. Gaan we samen. Nee, maar je hebt daar dus de piemelwand. Daar heb ik over gehoord. Zitten er allemaal mannen met een hele dag te chillen met een piemel? Je hebt de glory holes. Dat zit in het doolhof. Ja, en daar kan gewoon iemand dan gaan staan. En het is hartstikke donker. En daarna steek jij als man steek daar je tamploers doorheen. Ja, en dan hier, weet je natuurlijk nooit niet wie er aan de andere kant misschien wel aan gaat choppen. Dat is wel heel gek, hè? Zou je eraan choppen, Sarah? No fucking way. Nee, je weet nooit of het een man is. Je weet nooit of het een vrouw is. Nou, als er een pik doorheen zit, dan chances are, dan is het een man. Nee, die eraan gaat choppen. Oh, dat bedoelt ze. En dan kan je misschien beter een man hebben. Omdat ik denk, soms die weten misschien nog beter hoe ze het moeten doen. Ja, dus als jij denkt, dit is jou, zo lekker. Of ze moeten jou treffen. Ik ben sowieso inderdaad de expert hierin. Maar... Ja. Nee, heb jij wel eens aan de glory wand hole gezeten? Nee, ik ben wel in het soort... Ik moest toen kruipen er doorheen. Want ik heb toen wel in het begin ben ik ooit als rondleiding ben ik er doorheen gegaan. Ja. En toen wilde ik het ook ervaren hoe dat dus was. Dus ik heb wel inderdaad ben langs de glory rolls gegaan. Ja, dat zou ik maar ook ik wel had doen. Gewoon niet de behoefte. Ik heb genoeg... Ik heb genoeg komkommers gehad. Ja. Ja, dat is seks, is erotiek nog speciaal voor jou eigenlijk? Ja, met mijn man zeker wel. Ja. Maar ik kijk er natuurlijk anders tegenaan op professioneel vlak.
Wat bedoel je? Nou ja, omdat ik het ook voor mijn, voor mijn werk heb ik natuurlijk op profi gedaan. Ja. Dus dan is het natuurlijk anders. Ja, en niet zomaar. Ik bedoel, je bent wel echt de grootste die we hier in Nederland hebben. Je was ook in Amerika heel groot. Ja. Wat is het verschil tussen de porno-industrie in Nederland en in Amerika? Polderporno is gewoon porno. Nederland. Dat is gewoon, ja, je pakt je camera en elke, persoon kan zijn camera pakken. En doen alsof die pornoproducent is. En het maakt ook niet uit hoe je erbij ligt, maar... Je filmt er gewoon omheen. En dat is natuurlijk in Amerika. Er wordt heel veel gedaan aan de setting, aan de make-up, aan van alles. Verhaal. Ja. Maar ik heb een vraag, hè. En wat ik nu ga vragen, dat klinkt heel erg met een dat er een oordeel in zit. Maar dat is niet zo. Ik heb natuurlijk nu een paar draaidagen met jou erop zitten. Mm-hmm. En ik heb jou leren kennen. Ik vind dat je ontzettend veel humor hebt. Je bent een ontzettende droogkloot. Je hebt ook een lekker temperament op een goede manier. Ik kan me niet voorstellen dat jij op zo'n porno-set het naar je zin hebt gehad. Oh, echt? Maar dat is dus het oordeel wat in die vraag zit. Want in mijn optiek, of in mijn wereld, in mijn hoofd is het zo dat het dan is van... Nou, die meisjes die zijn... ga jij maar in een hoek zitten. We roepen je zo. Hou je bek. En dan dat is heel vaak met de mannen. Hallo, ik ben... Zijn ze te leuk en te intelligent voor het vak? Of nee, kijk, wat klinkt dus, dat is dus denigerend. Zo bedoel ik het dus niet. Maar ik kan me niet voorstellen met jouw persoonlijkheid. Maar ik snap, er zijn wel een hoop, laten we eerlijk zijn... In deze business zitten er ook heel veel meiden en jongens met een rugzak. Of een beetje bimbo's. Met een rugzak? Ja. Nou, met een rugzakje, er is altijd wel een reden waarom ze doen. Of ze hebben een nare thuissituatie. Ja. Ze zich afzetten tegen de ouders van, nou ja, dit... Dat had jij niet, die rugzak? Nee, om heel eerlijk te zijn, niet. Nee, ik vond het gewoon leuk. En ik ben gewoon iemand die van avontuur houdt. Dus ja, je moet alles eens een keer in je leven geprobeerd hebben. Behalve drugs en drank, dat doe ik allemaal niet. In hoeveel films heb je eigenlijk gezeten? Hoeveel films heb je gespeeld? Oh ja, uiteindelijk denk ik niet zo heel veel. Nee, in al die jaren denk ik. Misschien dat het er 60 zijn, maar als je dan gaat kijken, dan zijn het er misschien 120. Maar ze halen natuurlijk scènes eruit. Ja. En dan maken ze in één keer. Nee, maar halen ze in één keer weer een DVD van. Dan zit je in één keer. Op Blu-ray staat het nog. Ja, dat dan ook. Maar dan halen ze daar bijvoorbeeld de blootjob scène uit. En dan ben je in één keer weer van. Nou ja, dat en hup. Dan heet het weer anders. Dus uiteindelijk. Dus gewoon 120 titels ongeveer. Ja, misschien tussen de 60 en 80. Ik ben niet iemand die dat heel erg bij je hebt gehouden. Nee. Hoezo niet? Ja, waarom wel? Weet ik heb niet. Ik heb het gedaan en klaar. Ja? Dus ja, ik denk, maar ik, ja. Want hoe lang ben je nu uit het vak dan? Hoe lang ben je al aan het haken en aan het moestuinen aanleggen? Misschien wel bijna 15 jaar. Dat meen je niet. Ja, 15 Lekker, jaar. Man. Zeker, 15 jaar. Jeetje. Ja, 15 jaar al eruit. Omdat je miljonair was of omdat je het gewoon niet meer leuk vond? Nee, maar ik denk gewoon, er is een tijd van komen en gaan. En ik denk dat je op je hoogtepunt met dat soort dingen moet stoppen. En, vind je dat zelf of wordt er dan gezegd van, nou, je ziet er wel een beetje oud uit. Je bent niet meer 21. Nee, maar toch, helemaal niet. En ik heb het eigenlijk allemaal gezien en gedaan. Dus ja, wat valt er dan nog met in feite voor mij dan in de filmwereld nog meer te doen? Geld verdienen. Ja, geld verdienen. Maar goed, dat kan ook op andere manieren. Maar zeker omdat je zo groot was. Kijk, als je ik ben natuurlijk niet helemaal uit de wereld. Hè? Want ik doe natuurlijk nog steeds Kamasutra-beurzen, doen beurzen. Maar dat hebben we nog allemaal. Maar sta je op de Kamasutra-beurs met een kooltrui of wel iets anders? Nou, ik sta niet in mijn speelpakje meer. Nee, ik sta niet meer in mijn lingerie. Nee. Gewoon een jurkje of zo. Ja, gewoon een jurkje of een mooie onesie. Dus nou ja, ik neem aan dat het ook niet altijd aan je kleding ligt dat je er sexy hoeft uit te zien. Ja, wat is de link tussen porno en moestuinen en haken? Maar helemaal natuurlijk geen ene reet. Behalve dat je komkommers en meloenen teelt. Ja, en haken, ik haak af. Het naaien wel, maar goed. ik ben gewoon iemand die heel erg veelzijdig is. Ik ben een creatief persoon. Ik vind het gewoon leuk om dingen te doen. En uiteindelijk deed ik in mijn vrije tijd haken. Werd er aan mij toen gevraagd van wil je boek maken? Door wie? Door echt uitgevers. Echt uitgevers. Die zagen mij haken. En nu uiteindelijk een moestuinboek. Een moestuin. Hoe begin ik een moestuin? Ja, waarom? Ook jij kan dit. Ja. Want als ik het kan, kan ook jij het. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Er zit een bepaalde fascinatie voor moestuinen in bij mij. Maar even, hoezo een moestuin? Ik vind dat dus heel gezellig. Ik ben dat met COVID ben ik dat dus gaan doen. Oh, en hoe lekker is het als je je eigen bruschetta maakt met je eigen heerlijke, gewoon biologische tomaatjes en je basilicum. En ook al koop je de basilicum bij de Albert Heijn, dat maakt niet uit. Je haalt het uit elkaar, je zet het in een nieuw potje. Het groeit weer. Het gaat. Maar je hebt echt een passie voor moestuinen, begrijp ik. Ik vind het gewoon leuk dat ik toch nog iets kan laten groeien dan. Hey! Nou, mooi. En waarom dacht je van, hier moet ik een boek over maken dan?
Nou, dat dacht ik helemaal niet meteen. Cash money, ja, sowieso. Maar waarom ben je niet bijvoorbeeld een porno-regisseuse of zo geworden? Of een producent? Of weet je wel, was je er gewoon al klaar mee met die wereld? Nou ja, dan ik vind de wereld. Kijk, als ik jonger was geweest en dan had ik het misschien nog wel gedaan. Ik noem maar wat. Maar ik had er op een gegeven moment gewoon zoiets. De wereld is ook een beetje veranderd natuurlijk. Veel internet. De hele business, dat is veranderd. En dan denk ik, nou, er zijn zulke mooie meiden en leuke meiden. Die moeten dat lekker gaan doen. Ja? En, zou je het adviseren als een meid van 18 zegt van, nou ja, of het wordt een moestuin maken. Of ik zit over te wegen om de porno-industrie in te gaan. Welke richting moet zij dan? Of dan ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet weten. Okay. Dus ik kan daar wat van vinden. Ja, maar jij kent beide kanten. Kijk, het is niet meer dat je vroeger, zoals vroeger, kon je echt een pornoster worden. Ja. Nu heb je natuurlijk je OnlyFans en dingen. Het is heel veel online. Hmm. Dus iedereen kan nu in feite wat gaan doen. En dat was jammer? Vroeger, vind ik wel jammer. Oh ja, waarom? Ik kan wel zeggen van niet, maar ik vind het jammer. Omdat er meer, vroeger was er een magisch iets. Oh ja. Het was meer magisch. En dan werd je, als je dat dan heel graag wilde, en dan stond je op een blaadje. Ja. En dan bovenaan de top zelfs. En dan werd je het was veel exclusiever. Film, en dan was je blij dat je de hoofdrol kreeg, want dan stond je op de cover. Oh, en dan kreeg je weer meer fans. En uiteindelijk betekent dat ook weer meer geld. Ja. Dat is allemaal natuurlijk veel minder. Ja. Nee. Ja. Er zijn nu echt talloze pornosterren. Zeg maar qua op OnlyFans en zo. Maar jij houdt ook nog. En kijk, er zitten nog echt wel, ik moet zeggen, er zitten ook echt wel mooie en leuke meiden tussen die het gewoon goed doen. Maar er zit natuurlijk ook een hele hoop bagger tussen. Ja, nee, want ik kan bijvoorbeeld ook vandaag ermee beginnen om foto's van mijn voeten te gaan verkopen. Ja, dat lijkt me op zich een best lucratieve business. Ik weet niet of dat zo is, maar... Ja, dat verkoopt echt als een tiet. Ja? Heb je daar wel eens Ik heb er wel eens met zo'n OnlyFans meisje over gesproken. Over hoe verdien je daar nou mee? Met voeten? Alleen met voeten? Alleen met voeten. Maar dat wordt ook vaak overdreven, hè, wat ze daarmee... Want niemand gaat natuurlijk zeggen van ja, ik ga... Ik noem maar wat, ik verdien er maar 100 euro per maand mee. Ik denk dat ook een hoop meiden zich groter voordoen. Want hey, ja, fake it till you make it. Ja, dat is waar. Ja, dus ik denk dat mensen zich daar ook niet moeten in vergissen. Dat iedereen zomaar een OnlyFans account moet gaan maken. Nee. Nee, ja. Ja. En dankjewel, neem ik die mee. Is het niet maar misschien heb jij wel hele mooie voeten. Nee, ik heb best wel lelijke voeten. Ja, nou, daar is ook een markt voor. Hey, voor alles wat, toch? Ja. Ja. Sorry, Kevin, wat wil je zeggen? Is het niet een ontzettend schimmige wereld, de porno-industrie? Nou, dat weet ik niet. Ik denk meer dat ze de schimmige dingen laten zien. En de goede dingen nooit. Lise. Net zoals dat, nou ja, de mensen die hier documentaires over maken. Of op tv of in de media. Ik denk dat dat in elke wereld wel is. We zien nu aan andere programma's. Er worden ook hele schimmige dingen gedaan. Nee, oké. Okay, maar op het moment als er natuurlijk als seks zo duidelijk is. Er valt misschien ook wat voor te zeggen dat het dan juist minder snel schimmig wordt. Omdat het zo duidelijk is. Mm-hmm. Van ja, jullie gaan seksen. Daar krijgen jullie voor betaald. Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment als het al zo kwetsbaar is. Dat het dan ook makkelijker is om bijvoorbeeld bepaalde grenzen over te gaan, omdat er bepaalde pooiers buiten staan of managers. Ik denk dat het makkelijker is, omdat er vaak, zoals ik al zei, een hoop mensen in zitten die kwetsbaarder zijn. En die gewoon geen... die hebben niet iemand die ze thuis opvangt. Of die hebben geen thuisfront die zegt van, weet je, dat moet je misschien niet doen of wel doen. Die hebben gewoon niet een goede basis. Ik denk dat daar dan op dat moment veel meer misbruik van gemaakt kan worden. Omdat het zo kwetsbaar is. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk het gevaar. En ik denk dat mensen daar ook niet goed over nadenken als ze zoiets gaan doen. Nee, want je zegt ook van ik gebruik geen drank en drugs en dat doe ik heel bewust. Maar nogmaals, het is allemaal oordelen. Dus allemaal aannames. Dus daarom dat ik het gewoon vraag. Als je met andere meiden praat, die zeggen van er wordt wel heel veel drugs gebruikt in die wereld. En heel veel drank. Er wordt ook heel veel drugs gebruikt. Ja, en ook heel veel drank. Ja, ik heb me daar altijd van afzijdig gehouden. Heel moeilijk, denk ik. Of niet? Nou ja, nee zeggen is nee. Ja, nou, ja, maar daar heb je denk ik misschien ook rug. Ja, ik denk dat je daar wel ruggengraat voor nodig moet hebben. Of iemand die naast jou staat, die jou daarin begeleidt. En dan heb ik het niet over een of andere pimp of een manager. Nee, iemand die gewoon echt voor jou is als jij thuis komt. Dus je zegt, hé, dat gaan we even niet doen. En vriendin. Wie was dat voor jou? Uiteindelijk mijn partner ook natuurlijk. En ook mijn moeder. En die waren daar niet altijd even blij mee. Maar die stonden er wel. Ik kon gewoon bellen als ik een rotdag heb gehad. Van ja, dit of dat. Ja. Waarom waren ze er niet blij mee dan? Nou, ik denk dat niemand blij is als ouder zijnde dat je kind in deze wereld stapt. Is dat zo? Jij ook niet? Ik zou hier niet blij mee zijn, zeg ik heel eerlijk. Als mijn kind dit zou willen doen. Kijk, wil die doen? Ja, wat kan je dan? Maar dat zou ik niet... Nee. Waarom niet dan? Dus je zou het niet adviseren? Omdat ik er juist in heb gezeten. Dus ik weet ook de keerkanten ervan. Ja, precies. Ja. Dat is het. En zeker nu met social media. Mensen vinden overal wat van. En dat was vroeger natuurlijk ook een beetje anders. Vroeger dan deed je een scène en dan werd het op 500 dvd'tjes gedrukt. Nou ja, prima. Dat heb je niet natuurlijk. Dan werd het vergeten. Dan denk je, oh ja, dat heb ik ook nog ergens liggen. Als iets op het internet staat, staat het er voor altijd. Klaar, ja. Er stond een groot artikel in het AD. En dat ging over je borstimplantaten. Oh ja. Dat was wel een...
Ja, nee, ja, nee, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, weet je, het hele programma heet natuurlijk De Kist. Dus dat ging over leven en dood. Nou, dat is eigenlijk een klein gedeelte wat ik daarin gedeeld heb. En dat het gebeurd is. Ja. Dat wordt eruit gehaald. Het wordt opgeblazen. Mensen denken. Het programma was dat? De Kist? De Kist. Ja. Maar daar ging het helemaal natuurlijk niet om. Nee. Dus ja, het is wat het is. En, ja, maar ja. Je hebt ze er dus uitgehaald. Uitgehaald. Maar wegens... Wegens dat ik uiteindelijk een borstontsteking ervan kreeg. En dat kwam eigenlijk als een trigger door COVID. Dus ik ben ook niet tegen plastische chirurgie. Ik vind prima als mensen het nog doen. En het hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Nee, alleen denk ik in het hele emotionele moment was dat inderdaad van ja. Ja, maar heel veel jonge meiden kampen hier ook mee. Hè. Heel veel meiden krijgen eruit, of vrouwen krijgen eruit last van, van die borstimplantaten. Dus op zich is het ook wel weer goed dat het... Dat het een beetje een waarschuwing omheen staat. Van zo, kijk ook een beetje uit. Maar, En er heerst ook een beetje taboe over natuurlijk over het hele onderwerp. Nog steeds weet wel. Niet. Weet ik niet. Ah, je hebt ook neptieten. Wat zei je? Je hebt ook neptieten. We hebben ze allemaal. Ja. Ja. Toch? Ja. Ja. Heb jij een penisverlenging? Nou, daar staat een afspraak voor gepland. Ja. 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 Zullen we naar die gouden ouwe? De gouden ouwe. Ja. Nou, de gouden ouwe. Hey, kijk eens, mijn pik is klaar. Ik vind het geweldig. Heb je al wel eens een gemarmerde pik gehad? Nee, dit is de eerste keer, maar eens moet de eerste keer zijn, hè? Gemarmerde disco pik. Fantastisch. Ga je hem bij jou op het toiletje zetten? Ja, ik denk het wel. Ik moet even vragen of Mark het goed vindt, maar... Die vindt alles goed. Die vindt alles goed. Die zal vereerd zijn. Dat was 5 jaar geleden. Toen was Naat, die was bij jou om piemels te pimpen. Doe je dat eigenlijk nog of niet? Ja, dat is er nog steeds. Is dat er nog steeds? Ja joh, bijna 1500 van die piemels die worden gewoon elke keer besteld. Die gaan er doorheen. Ze zitten daar allemaal. Hoe leuk is dat? Weet ik niet, is het leuk? Ja, zet je hem op je wc neer, dan denk je ja... Ja. Ja, met de glitters, met de kleuren. Is toch hilarisch? Ja, ik vind dat dus echt heel leuk. Ja. 25 jaar Kama Sutra, wat wordt het absolute hoogtepunt tot slot? Nou, nu natuurlijk, we willen die hoofdact zien van So You Think You Can Kama Sutra. Oh, hey, de hele beurs. Kijk. Ja. 21, 22, 23, 24 maart. Ik ben er 4 dagen lang. Ja. Hoppatee. Ja. Wil jij Bobby langs Glory Halls zien lopen? Kom dan. Ja, en Sarah. Leuk. Ja, en mij. Ja. In een skipak. Leuk. En muts. Tot dan. Bobby, ik wil je bedanken voor je tijd. Oh, er zitten allemaal haren. Jaarbeurs Utrecht. Jaarbeurs Utrecht. Bobby, dank je wel. Dank je wel. Ja, doei. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken. Maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.